welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival video in Bloemdam. Waar mij een heel nieuw avontuur staat te wachten. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video voor meer Minecraft Survival. Oh nee, de wekker gaat. Ik heb hem verslapen op mijn eerste werkdag. Oh nee. Meneer Eentje, ik moet je snel naar Lotte brengen. Dat Lotte op je gaat oppassen. Oh, ik moet op het werk zijn. Schiet nou op, meneer Eentje. Kom op. Oh, weet je wat? Ik doe het even zo op deze manier. Het kan niet anders. Oh, ik hoop dat Lotte thuis is. Ik moet al lang op het werk zijn. Hallo? Lotte, hallo? Dennis? Wat jij hier zo vroeg? Lotte, sorry. Vroeg. Het is letterlijk 9 uur. Ik had 8 uur op mijn werk moeten zijn. Ik word nog ontslagen. Dan ben je veel te laat. Lotte, kan je alsjeblieft op meneer Eentje letten? Hier heb je zijn tasje. Alsjeblieft, Lotte, let erop. Ik moet snel naar het werk, oké? Okay? Oké, okay, maak het succes. Helemaal goed naar het werk. Doei, doei. Oké. Ik moet naar de juwelier. Aan de kant. Ik ben er. Sorry dat ik wat later ben. Wat doe je nu, man? Het is al 9 uur. Ja, sorry dat ik wat later was. Ik heb me verslapen. Ja, je had hier om 8 uur al moeten zijn. Dat kan toch niet? Kan je niet een keer door de vingers zien? Ik bedoel, het kan gebeuren, toch? Ik zal extreem hard werken vandaag. Oké, dus 1 keer, maar dit gaat niet weer gebeuren. Ik heb 2 ringen voor je. Twee ringen? Wat moet ik daar? Ja. Waar zijn de andere ringen heen? Die zijn verkocht. Ik heb ook 2 kettingen. Jij mag ze gaan schoonmaken en dan mag je ze ophangen, oké? Okay? Oh, heb je dan een doekje voor me of iets dat ik ze kan poetsen? Moet ik ze letterlijk hier neerleggen en schoon gaan maken? Je gaat ze schoonmaken, dan mag je hier zelf weten waar je ze neerlegt. Helemaal geen zin in, maar oké. Okay. Ja, ik had nog wel geen zin in. Oké, weet je wat? Ik doe dit wel eerst. Oké, zo, eens even kijken. Zo, die daar. Even poetsen. Heb je een doekje dan? Een sponsje of zo? Ik heb hier een spons voor je. Oké, is goed. Kan ik het daarmee schoonmaken? Heb je ook een emmertje water toevallig? Dat zou wel handig zijn. Dan ga ik alvast bezig met het poetsen van deze... Wat is dit ook? Is dit letterlijk een ketting of zo? Een armband? Oh, top, dankjewel. Zo, en dan hier een beetje poetsen. Oké, is dit zo schoon genoeg, meneer? Nou, hij mag nog wel wat schoner, vind ik. Oh, nog schoner? Is dat een diamant binnenin? Zo. Ja, zeker. Dit is een diamant, ja. Okay. Maar ze moeten schoon zijn. Ze moeten verkocht worden, natuurlijk. Ja, dat weet ik toch. En hier een beetje poetsen. Oké, zo. En die ring daar. Oké. Ik heb wel een paar vragen trouwens. Sinds wanneer ben je eigenlijk in Bloemdam? Want vroeger zat hier nooit een juweel. En loopt er nou een gans daar letterlijk buiten over straat? Een juweel? Het is een juwelier, man. Oh, kom op, je werkt hier. Juwelier. Ja, maar sinds wanneer ben jij hier al? Sinds wanneer heb jij een eigen bedrijf? En is dat zo rijk, letterlijk? Ja. Het is hier heel erg mooi, gewoon. Ja, ik ben een eigen ondernemer. Dan mag je ook wat geld verdienen, vind je niet? Dat is waar, maar man. Ik wist niet dat je zoveel geld had. Mag ik trouwens eens boven kijken? Ik ben nog nooit boven geweest hier. Nou, hup, opschieten en dan weer terugkomen, want je moet aan het werk. Oké. Wow. Ik vind het dus zo vet. Wow, je hebt zelfs een waterval van water. Hierboven. Oké, ik eens even kijken. Ik had nog een vraagje. Kan ik vandaag trouwens heel iets eerder gaan? En kan ik misschien mijn maandloon vooruit betaald krijgen? Je wilt en niet. Je komt te laat vandaag. Dan wil je ook nog eerder weg en je wil betaald krijgen. Nou, we zijn hier en daar wat probleempjes thuis. Oké. Misschien dat je heel even mee kan lopen. Dan kan ik het even laten zien als we de zaak heel even alleen kunnen laten. Misschien kunnen we even die meneer vragen of die op kan passen. Dan snap je wat ik bedoel. Oké, eens even kijken. Waar is die eigenlijk? Hallo, mag ik jou wat vragen? Hallo, burgemeester van Plotstad. Ja, moet wel snel zijn, want ik ben aan het wandelen met mijn gans. Zou je heel even op de juwelierszaak kunnen letten? Hoe heet je eigenlijk? Ik heet meneer Goud. Meneer Goud. Oké, dat is een hele bijzondere naam. Maar kan jij dan even met je gans op de juwelierszaak letten? Ja. Ik moet meneer Goud even wat laten zien. Als ik een gratis gouden ring krijg, dan doe ik het. Deal, hebben we een deal? Een gratis gouden ring? Ben je helemaal gek geworden of ja, zo? Ja, ik pas wel op uw winkel, hè. Als ik wil, kan ik gewoon alles meenemen. Ik heb een betere deal. Meneer Goud, ik los het op. Ik geef je één ei. Eén ei? En meer krijg je niet. Is die zeldzaam? Die is heel erg zeldzaam. Echt heel erg zeldzaam. Wat meen je? Nee. Die heeft meneer Eentje uitgepoept. Ik weet niet dat ik heel blij van word. Maar hebben we een deal of niet? Voor deze ene keer dan, maar de volgende keer moet je met iets beter komen. Oké, kom meneer Goud, ik ga je laten zien hier. Oké, ik volg jou. Ja, hier woon ik letterlijk. Niet onderin, maar bovenin. Maar zoals je ook kan zien, heel veel onkruid aan... heel veel onkruid aan de buitenkant. Wat is dit nou weer voor krot, man? Het is... Ga je niet kan schoonmaken of zo? Ja, kom nou maar mee. Dat is dus het probleem. Nou, oké. Hier overal zit spinnenweb en dan heb je boven nog niet eens gezien. Kijk, letterlijk hier. Verdamme. En allemaal wat doe ik hier? Stof.
grote spinnenweb. En dan moet je nagaan dat ik hier woon samen met mijn eend, huisdier, meneer eendje. Ja, met een eend, wil je met een eend hier? Is dat niet normaal dit, man? Ja, het is wel een beetje... Snap je nou waarom ik eerder betaald wil krijgen? Ik moet naar de winkel, oké? Ik moet zorgen dat het wordt opgeruimd, want ik word hier zelf ook ziek van. Ja, dit moet echt opgeruimd worden. Dit kan toch niet? Hoe kan je hier in leven, man? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben een tijdje de stad uit geweest. Laten we terug gaan naar de juwelierszaak. Dan praten we daar verder. Maar nou, ja, zoals ik al zei, het is een lange tijd geleden dat ik hier in de stad ben geweest in Bloemdam. Ik was op reis namelijk. Ik kom uit Plotstad. En de gans op het tapijt, op dat mega dure tapijt, letterlijk. Kan snel weer binnen hier, man. Ik moest erop je staat in de poep! Ah. Ik wou net opruimen, oké? Dus blijf maar even achteruit. Nou, dan gaan we even op. Jongen. Je hebt een sponsje en een emmertje water. Nog even schrobben daar, alsjeblieft. Oké, ja, ik maak het je even schoon. Nou, er zit een beetje poep aan. Nou, hier, die zit nu lekker op je hand. Ik hoef dat niet. Dus van meneer Goud. Meneer Goud, mag ik mijn loon voor vandaag? 2 diamonds, toch? Ja, voor deze keer krijg je uitbetaald. Maar de volgende keer gaat het echt niet zo makkelijk. En je gaat op tijd komen. Ik ben deal. Dat ik de volgende keer op tijd ben. Ik moet dan nu wel zo gaan, oké? Okay? Ja, is goed. Oké. Eens even kijken. En trouwens, meneer, er mogen geen ganzen in de winkel. Dan weet u dat alvast. Ja, hij liet het toe, oké? Okay? Mag ik de diamonds? Liet het toe. Ik heb ze gegeven. Sorry. Meneer Goud, dan gaat er vandoor. Dan zie ik u morgen, oké? Okay? Tot morgen. Doei, meneer en Gert, de gans. Ja, doei. Oké, eens even kijken. Dan kunnen we eindelijk bij de kringloopwinkel wat meubels kopen. Hallo? Is daar iemand? Hallo? Hallo? Oh, is iemand? Kijk eens aan. Hallo, mevrouw. Het is een tijdje geleden dat ik hier was, maar de vorige keer had u verteld dat u allemaal diensten kon uitleveren voor diamantjes en dat soort dingen. En ik wil graag wat dingen van u inhuren. Namelijk het onkruid verwijderen aan de buitenkant van mijn huis. Graag een nieuwe vloer erin. En graag stof en spinnenweb weghalen. Ik heb 3 diamonds. Is dat oké? Is genoeg. 3 diamonds, precies. Oké, super. En wordt dat dan vanzelf gedaan? Ja, dat zou binnen 2 werkdagen moeten gebeuren. Oh, dat is hartstikke super. Dankjewel, Vos. Graag gedaan. Oké, dan wens ik u een hele fijne dag. Er is brand. Brand. Waar is de brand? Op de tweede verdieping. Staat mijn huis in de brand. Nee, tweede verdieping. Ik weet niet. Doorlopen dan. Waar is de brand? Hier. Je ziet het toch wel, man. Lotte's huis, letterlijk. Lotte! Lotte! Nee, meneer Eentje is binnen. Maui! Lotte! Iemand! Hoort iemand mij? Je moet de brandweer bellen. Ik heb het nummer niet. Schiet eens op, joh. Schiet eens op, Lotte. Oh, nee. Ik zie je niet, Lotte. Ik zie je niet. En dan ben je snel. Help haar. Nee. Het is gewoon brand. Het is gewoon brand daar. Waar is het in de brand? Dankjewel, meneer de brandweerman. Kom er bij de poortje. Kom. Meneer Eentje is daarboven. Schiet eens op. Ik heb een gans bij me. Ik hou de gans bij me. Ik ga ervoor. Schiet op, alsjeblieft. Rens. Nee, dit is foutenboel. Ik heb nog mannen. Nee, kom mee. Lotte, gaat het? Ik heb mijn eentje kunnen redden, gelukkig. Waar is Maui? Aan de kant. Nee. Waar heeft Maui gered? Maui letterlijk Die rook daar binnen is niet te doen. Ben je nou uit het raam gesprongen, letterlijk, met Maui? Er staat er helemaal aan de vinger. Ik kom daar niet meer door. Je bent een held. Dat weet ik. Hoef je mij niet te vertellen. Dit meen je niet. Dat was even schrik. Wat is er gebeurd, Lotte? Hoe zat je huis in de brand? Dennis, ik was cupcakes aan het kmakken. Toen, vroom, in één keer een hele boven in de fik. Oké, Lotte, je kan tijdelijk bij mij blijven. Oké, iedereen aan de kant. Laat de brandweerman aan het werk, oké? Lotte, kom erbij mee. Inderdaad, Dennis. Oké, Maui en meneer Eentje en dat soort dingen kunnen tijdelijk bij mij blijven. Wat is toch allemaal aan de hand, John? Ze moeten ook echt nooit gaan koken. Wat een paniek hier in Bloemdam.